Dames en heren, eerst en vooral wil ik mij excuseren voor het feit dat ik niet aanwezig kan zijn op deze slotceremonie van een hackathon die ongetwijfeld een zeer inspirerende zal geweest zijn. Vorig jaar kon ik er wel aanwezig zijn. Dit jaar lukt het jammer genoeg niet. Ik hoop dat het misschien volgend jaar wel lukt. Nu, hackathons, ik ben er eigenlijk wel een fan van. En ze zijn een ganse tijd zeer in de mode geweest. Er zijn hackathons geweest in alle richtingen. Maar het is niet omdat ze op een bepaald moment in de mode geweest zijn dat ze minder waardevol zouden zijn. Ik vind dat hackathons beoordelen, behoren aan wat een overheid moet zijn. Een overheid is een dienstverlenende organisatie voor de burger. En dus vind ik dat vooral bij een overheid een hackathon absoluut zijn plaats heeft. Wat is voor mij de waarde van een hackathon? Het zijn in mijn ogen drie zaken. Ten eerste, een hackathon geeft als signaal het feit dat we dingen beter moeten doen. We moeten de lat hoog leggen, we moeten beter beantwoorden aan de noden van de mensen waarmee we in interactie zijn. We moeten de zaken efficiënter doen, we moeten de zaken op een meer vernieuwende manier doen. En een hackathon heeft eigenlijk heel duidelijk dat als invalshoek. Hoe kunnen we zaken beter maken voor onze klanten? Ten tweede, een hackathon gaat uit van de mensen binnen een organisatie. Een hackathon zegt eigenlijk heel duidelijk, iedereen die met ons meewerkt, onze medewerkers, die zijn een deel van de oplossing voor de uitdagingen waarvoor we staan. En dus die kant van onderuit te werken, vind ik een zeer belangrijke. Derde voordeel van een hackathon, is het feit dat het eigenlijk een heel, heel inclusieve oefening is. Het is een oefening waarin men iedereen gaat betrekken, om het even welke functie die mensen hebben, om het even hoe lang ze binnen een organisatie zijn, om het even welke leeftijd ze behoren, welke technische kennis ze hebben. En dus die hackathon die gooit eigenlijk de hele hiërarchie door elkaar en zorgt ervoor dat iedereen met elkaar samenwerkt. En je ziet vaak dat na een hackathon de sfeer binnen een organisatie eigenlijk een kleine impuls gekregen heeft en dat een aantal mensen die elkaar nooit gesproken hebben, banden met elkaar aanhouden. Dus ik hoop dat je begrepen hebt dat ik absoluut een fan ben van het feit om hackathons te organiseren en dat ik vooral uitkijk naar de resultaten die deze hackathon uiteindelijk in de praktijk zal brengen.